oplossen. En ja, als ouders dan zelfs als kinderen aan het opruimen zijn, terwijl ze aan het opruimen zijn, het naar beneden gooien. Oh, dan heb ik zoiets van, hey, luister, mijn kind is ook ongezond en in elke gezonde omgeving, dit gaat hem zo niet worden. Ja. En dus mijn kinderen hebben ook gezegd van, sorry mam, sorry oma, maar dat weet ik niet. Die moeten goed aangepakt worden. Ja, maar ja, wat mensen tegen mij gezegd hebben, maar door iemand anders. Ja. Ja. Wat mensen tegen mij gezegd hebben, die aangesproken op een rotzooi worden gevallen, is van, het wordt toch wel opgeruimd. Ja, dat is aan de duim. Ik heb niet echt meer, maar gewoon, Zo gezegd een achterstand, maar zo worden we gewoon ouder. Dat wij toch maar in een minder bedeelde wijk komen. Alles wordt hier in de wijk gepropt wat nergens meer mogen. Het wordt toch nooit een wassenaar heeft. En dan wordt je meer of minder, doet het er niet. Dus dan ben je eigenlijk heel snel uitgeduld, want ja, je bent toch maar een minder bedeelde en je woont in de achterstand. Laten we even 15 minuutjes pauze houden en dan komen we daarna nog eventjes terug om nog even te bespreken wat wij nu eigenlijk nu willen gaan doen. Want we moeten natuurlijk hier wel, we mogen hier natuurlijk niet weg zonder dat we vervolgacties hebben. Daar kunnen we dan ook in de pauze even over nadenken en dan kunnen we dan even terugkomen van wat willen we nu inderdaad ook echt gaan doen de komende Dus inderdaad. Wat gaan we doen? Iedereen zijn nek omdraaien. Zijn er aantal dingen. Kijk, we hebben natuurlijk al deze eisen die we inderdaad die we heel belangrijk vinden, die we natuurlijk ook graag over willen dragen. Ik denk dat dan ook heel belangrijk is om, of in ieder geval dat heel leuk kan zijn, om dat ook op een manier aan bijvoorbeeld aan Richard de Mos dan aan te bieden met z'n allen. En dat kunnen we natuurlijk ook een beetje combineren met wat Connie al een beetje over begon, is haar grote demonstratieplan. Dus ik weet niet wat inderdaad mensen zelf denken inderdaad van, nou, dat lijkt me leuk om te doen of... Ik denk als je demonstratie gaat doen, moet je de buurtstatie op te wachten. Aan de andere kant van de straat. Wie? Wie staat je op te wachten? Nou, de mensen die, waar je tegen demonstreert. We gaan niet meer komen. Ja, maar ja, dat heb ik ook. Maar ja, weet je, dat laat is ze maar komen. De woningbouw verplicht ze om de mensen op te wachten. Dat woningbouw nooit had. Wat denk ik inderdaad wel heel erg belangrijk is, daar hadden we het net ook al een beetje met Connie over, is dat op het moment dat je zoiets wil doen als een demonstratie, denk ik dat het wel belangrijk is dat het ook gewoon een positief ding is. Dus dat het niet is zo van, ja, jullie moeten stoppen met brood gooien dingen en dus dat je dan meteen, dus ik denk dat het wel heel belangrijk is omdat het gewoon positief is. En als, ik denk dat als we er met z'n allen een beetje een feestje van maken, en dan gewoon, ja, of inderdaad gewoon een beetje met trommels, met muziek, met leuke dingen. Ik ga wel in een rattenpak. En dan... Maar dat je op die manier dat het dan gewoon leuk is. En dat het wel heel duidelijk is. Want ik denk, van als je zoiets wil doen, wat heel belangrijk is, is dat het gewoon zichtbaar moet zijn. En dat mensen dan denken van, oh, er is iets gaande. En dat je op die manier dus gewoon met mensen in contact kan komen. Dus dat je gewoon het gesprek aan kan gaan met inderdaad een beetje van, hey... Van wat doe jij om inderdaad die rattenproblemen tegen te gaan, wat kun je doen en dat we op die manier dat gewoon echt een beetje inderdaad gaat leven in de wijk, van dat iedereen zich bewust is van we moeten hier met z'n allen wat aan doen om dit probleem op te lossen. Ik denk als je een flyer op elke petit deur plakt. Ja, die ook al, dat je doen we dan ook gelijk bij zo gedaan. Doen we ook. We gaan flyeren die dag. We gaan dat gaan we ook doen. We gaan overal opplakken. We laten zien dat we er zijn. We laten zien dat we er zijn. Die dag. We laten ons horen die dag.
wat hij al zegt, met een rattenpak aan, dat kindertjes vinden dat ook leuk. Stokken achteraan! Nee, maar we maken er ook iets positiefs van. Laten we niet zeggen, we gaan vol agressie die straat op. Absoluut niet. We gaan er iets positiefs van maken, dat iedereen ook mee kan leven. Ja, kunnen we niet voor de kinderen kleine ratjes speeldingetje? Ja, maar die dat kan ook dat hun over hun ouders, ja. Hè, die moeten voeren. Hè? Die kunnen er misschien beter voor worden. De kinderen lopen ze lopen met stok in de tuin. We gaan ze kapot maken. Ja. Je moet tegen je moeder zeggen dat ze niet meer moet voeren. Ja. Kinderen lopen met de dode ratten in. Ja, ik heb er foto's van. Ik heb foto's, filmpjes. Ja. Ik heb ook niemand hoort me, ziet me. Het wij wel hoor. En daarom maken wij ons nog steeds zo hard daarvoor. Want dit mag gewoon niet. En jij ook, jij doet ook al van het begin af aan mee. En jullie ook erachter, Wim, hartstikke veel respect. Echt, dat meen ik echt. Dat jullie ook de moed erin houden om te blijven klagen. Om die foto's te blijven plaatsen. Want dat is nogal wat hoor. Want heel veel mensen zeggen al heel snel van, nou, ik kap daarmee hoor. Want ja, maar mensen durven ook we worden niet serieus genomen. Buiten dat komen ook gewoon persoonlijke bedreigingen vanuit de wijk. Winkeliers waar ik gesprekken mee heb gevoerd. Die bepaalde dingen tegen mij hebben gezegd in vertrouwen. Dat zeg ik wel heel eerlijk in vertrouwen. Maar wel dat ik daar een punt in heb van, wauw, weet je wel. Als jullie al zo'n denkwijze hebben van, wauw, we gaan hetzelfde doen als wat er in de Schilderswijk is gebeurd. Ja. En dat is mij medegedeeld door bepaalde winkelieren hier in de wijk. Dat zijn bedreigingen. Ja. Dan vind ik dat toch wel aardig een bedreiging. En dan is het een persoonlijke bedreiging met de dood of iets. Maar het is wel een bedreiging met van lees jullie eigenlijk hetzelfde genoemd wat in de Schilderswijk is gebeurd. Ja, ik heb hetzelfde bedreiging gekregen in de supermarkt van een Turkse dame. Daar zijn we niet mee bezig. Wat denk je dat ze naar je luisteren als je hier de wijk doorgaat? We moeten toch wat doen. Dus ja, we gaan het gewoon. Nee, kijk, wat denk ik ook het leuke er een beetje ook in die zin kan zijn, is, nou, je moet natuurlijk ook een beetje kijken, want altijd als je een registratie aanvraagt, dan moet je dat ook bij de politie ook aangeven. Dus dan moet je ook even laten zien van, maar dan kunnen we bijvoorbeeld zeggen, nou, Heeswijkplein, en dan kunnen we een beetje een ronde lopen. Precies. Maken, dus dan kunnen we daar even een route. En wat denk ik natuurlijk wel belangrijk is, want dat is natuurlijk gewoon één deel van het verhaal, het andere deel van het verhaal is natuurlijk ook gewoon wat hier staat. En, maar dat kun je natuurlijk ook op die manier leuk combineren. Dat als je daar gewoon een leuke actie bij hebt, dat je dan meteen zegt van, nou, we willen Richard de Mos dit overhandigen, we nodigen iemand van Vestia, van Haag Wonen uit, die er dan ook bij moeten zijn. En dat je op die manier gewoon even met z'n allen zegt van, hey, kijk, dit willen wij dat er gaat gebeuren. En tegelijkertijd zijn we ook zelf bezig, zijn we ook zelf aan het kijken van wat wij ook kunnen doen. Dus wij willen inderdaad ook helpen om mensen bewust te maken en op die manier. Dus ik denk dat is op zich wel een leuke... Wat goed als jullie zoveel samen. Nou, als jullie wat willen weten, dan ik zou het willen. Ja, sorry, mensen. Ja, stop al heel lang. Kramp heb je waarschijnlijk. Man! Dat lijkt me wel. Ik dacht gewoon, ik. Nee, dat heb ik zo hard. Nee, even een dingetje. Wat ik ineens zo, want ik zit in het lijstje zo te kijken. En wat ik achter Ome Jonk heb gehoord, ja, maar dat we niet eten, moet ik teruggeven aan de Nathalie. Ja, dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik ga het heel mooi zeggen. Ik ben echt super racist, ik haat iedereen, dus maakt niet uit. Maar ja, dat is zo. Maar er is een bepaalde groep. Maar is het niet handig dat, want bij mij aan de overkant is de moskee, dat we daar een keer imam of zo. Van Schilderswijk, ja. Hè, hebben wij daarop afgestuurd. Verleden jaar al wist niet. Is al een stap geweest, die hebben we al gehad. Wat wel dat ook... De imams heeft die aangesproken en daaruit bleken wij dus door te krijgen dat het helemaal niks met het geloof te maken had. Ja. Maar moet hij dan niet een keer zoeken? Ja. Dat als hij daar zit te vertellen van, oh, we moeten gewoon vreet in de prullenbak gooien in plaats van op straat. Ja, dat hebben wij al lang voorgesteld. Is maar we krijgen met de Nederlandse mensen die hier in Nederland geboren zijn, generatie na generatie, al honderden jaren, wij gaan allemaal met onze kinderen en kleinkinderen de eendjes voeren. Tegenwoordig weten wij allemaal dat een brood van eenden hun levensduur verkort van 25 jaar naar 3 jaar. Ja. En dat ze daardoor allemaal die smerige dunne poep hebben. Ja. Ja. Nederlandse mensen luisteren niet. Nee. We kunnen dan in godshemelsnaam verwachten dat die mensen die met een migrantenafkomst hier zijn gekomen, die ietsje minder ervan weten dan wij, dat die wel gaan luisteren. Hun hebben ook generaties naar elkaar gehoord. Je mag geen eten weggooien. Geef dan aan de dieren. Ja, maar dat is wat ik verleden week uitgezocht heb. Dat,
Dat is, staat ook helemaal niet in de Koran. Nee. Daar staat in de Koran dat je zuinig moet zijn. Nee. Dus je moet eigenlijk minder koken. Ja. Ja. Dat is wat er letterlijk staat door Abraham is dat gezegd of zo. We moeten gewoon met z'n allen. Nee, maar precies, maar dat is inderdaad denk ik inderdaad heel goed. En heel goed dat je dat inderdaad op die manier ook nuanceert. Van ja, weet je, in elke cultuur heb je gewoon natuurlijk gewoon allemaal tradities die je nou helemaal gewoon doet. En het gaat er inderdaad om van nee, dat je op een gegeven moment erachter komt van nou, dat moeten we eigenlijk niet meer doen. En dat je dat natuurlijk ook gewoon met z'n allen dat gesprek daarop aan kan gaan. Maar het is niet alleen de tradities van de jeugd tegenwoordig. Weet je, laten we beginnen bij die jeugd tegenwoordig. Ja. Weet je, die kunnen dat makkelijker doorgeven aan hun ouders dan dat wij dat kunnen doen. Ja. Ja. Dus laten we dan beginnen bij de jeugd om die daar dichterbij van bij te betrekken. Ja. Zeker de scholen. Dus ik heb hier nog even, ik had twee handen. Jij en daarna ook nog. Ja, als je naar het lijstje kijkt, dan zie je ook dat er heel veel dingen eigenlijk ook dingen zijn waarbij wij als bewoners niks mee kunnen. Nee, dus ik denk inderdaad zo'n optocht met pannen, deksels en dat het enige is inderdaad met het enige is wat wij als bewoners nog kunnen. Ja, en dat de rest eigenlijk niet in onze handen ligt. Nee. Dus ik denk dat de bewoners hier, vooral inderdaad de actiegroep, al heel veel doen. Ja. En, want dat verwachten ze ook, de gemeente en Vestia IDR verwachten dat bewoners heel veel doen. En volgens mij gebeurt het al heel veel. Dus ik denk dat het nu een stapje van hun. Ja. Maar ik denk in ieder geval dat Richard, die heeft wel door dat deze avond vanavond plaatsvindt. Ja, ik weet niet wat. Ik heb niks met zijn paar publieke stoelen bij je bordje. Maar je hebt ook een kans om hem morgen persoonlijk uit te nodigen. Mag ik niet mee? Richard moet dan zich wel aan de afspraak houden die hij met mensen heeft gemaakt. Met kinderen ook. Ja. Dat hij zou ze naar Adam weer meenemen, omdat de eerste keer fout is gegaan. Hij heeft ons niet meegenomen, hij heeft ons de kleine t-shirts gegeven. Ja, we hebben geen nieuwe t-shirts gekregen, niks. Ja, die kinderen hadden ze zelf ook. Die kinderen stonden om 6:30 klaar voor de taxi te wachten. Op de mos die dat geregeld zou hebben. Drie kinderen waren het. Ja, en die taxi kwam niet. Hè? Weet je hoe teleurgesteld die kinderen waren? Die gingen naar een ADO-wedstrijd. Ja. Die waren uitgenodigd om bij Richard te komen zitten. En boven in de lok. Toen kwamen ze eindelijk in de tweede helft aan. De wedstrijd was afgelopen. Kwamen de kinderen aan, werden boven in de lok. Ja, dat was heel erg leuk. Die kinderen hebben daar eigenlijk wel een vervanging van gehad. Nog even, Corrie had nog een vraag. Ja. Ik wou nog even zeggen, moslims mogen niks weggooien, want het staat in de Koran dat ze zuinig zijn. Als ze naar de bakker gaan en ze kopen in plaats van een half broodje of één broodje, in plaats van geen 10 broden en de volgende 9 in de sloot gooien, kapte dan één. Laten we ze dat wijs maken. Ja, maar dat is ook doen. Dat is ook. Maar daarvoor hebben wij ook al dat een Facebookgroep opgericht, Hapje Over in Moerwijk. Dat is voor mensen die als die een hapje, een kliekje over hebben, om dat aan te bieden in die groep voor mensen die minder bedeeld zijn. Er zijn dus zat hier die dat best kunnen gebruiken. Dus laten we dat, weet je, ook aan opbrengen, dat we dat ook hebben en dat we dat op gaan starten. Nou ja, net wat je zegt, kijk, hapje over. Mensen gaan bepalen. Oh, dat weet je, je hebt ook zonder honger naar bed, hè? Oké, dat is waar. Maar we hebben echt wat een moeilijkheid voor hier. Oké, laten we dan nog even een beetje, denk ik, afproberen te ronden. Maar we moeten natuurlijk inderdaad ook een datum hebben. En we hebben inderdaad even overlegd van wat dan een beetje realistisch is. Volgend weekend gaat Parkpop zijn, dus dat gaan we niet doen. En, maar het weekend daarop heb je... We weten waar de centen zitten, in Parkpop. Dus wat was het? 6 juli. 6 juli. Dus 6 juli, zaterdag. Dan zou ik het inderdaad leuk vinden om dat te organiseren. Daar zullen wij inderdaad ook veel mee kunnen helpen, denk ik. Is dat we ten eerste misschien een paar mensen van jullie hebben die zeggen, nou, ik vind het leuk om daar ook mee te helpen in de voorbereiding. Van dat we gewoon een keer met een kleine groepje even gaan vergaderen. En dat we op die manier gewoon even alles proberen af te stemmen.
Dus dat is misschien zo even goed dat als je dat leuk vindt, dat je het even aangeeft, dan noteren we even een kruisje achter je naam op het intekenformuliertje en dan kunnen we contact met je opnemen. En ten tweede, wat denk ik heel belangrijk is, is dat het al super is dat jullie hier met z'n allen zijn gekomen, maar we willen gewoon het dubbele van de mensen dan hebben daar. Dus het punt is inderdaad wel, we moeten wel met z'n allen dan ook buren, vrienden, kennissen, precies, alles uitnodigen. Van echt zeggen van hele families, kinderen inderdaad, kinderen erbij, alles. Om gewoon echt met zoveel mogelijk mensen daar te staan. En dat we op die manier echt inderdaad ook aan de MOS en aan de corporaties kunnen zeggen van dit moet er gebeuren. En dat tegelijkertijd ook gewoon inderdaad een leuk feestje wordt waar we inderdaad ook gewoon die bewustwording even goed maar kunnen. Maar dit wist toch bijna niemand? Dit wist toch bijna niemand? Ik kreeg het via de mail, geloof ik. Nou, ik heb heel veel. Maar als je geen flyers of zo. Ja, een flyer. Ja, we hebben verleden week. We hebben inderdaad flyers gedaan, maar we hebben niet echt alles kunnen doen natuurlijk. Want dat is inderdaad denk ik net jouw blok dat we dat niet hebben kunnen doen. Ja, er is nog geen animo. Misschien is het dan handig voor. Misschien is het handig dan voor die 6 juli dat er dan flyers zijn dat er die hier misschien ook ligt, dat wij ze als bewoners dan ook nog kunnen. Ja. En mijn hobby is Photoshop, dus ik wil daar wel een aandeel. Oh, cool. Ik heb wel Ik vind het alleen een beetje jammer dat het op zaterdag is, dan kan ik niet aanwezig zijn. Dus ik wil wel voorbereiden, maar ik zou het werken tussen 11 en 2. Het begint om drie uur. Weet je, we willen een schoon Nederland. Leefbaar Nederland. Leefbaar wonen wij bij. Dus inderdaad, het idee zou zijn dan inderdaad om 3 uur te beginnen. Ik denk dat er een aantal dingen kunnen we inderdaad doen. Dat we sowieso inderdaad goed wat folders dan ook laten drukken. En superleuk als jullie daar dan komen meehelpen om dat te ontwerpen. Ik denk dat dat dan ten eerste het misschien dan heel goed is dat eigenlijk iedereen dan gewoon met een stapeltje folders gewoon even een blokje omloopt. Dus dat we dan inderdaad gewoon met die contactgevers dat als we daar het adres hebben, dat we gewoon bij jullie allemaal gewoon even een stapeltje door de brievenbus doen. En dat iedereen gewoon even een blokje omgaat. Naar beneden. Ja, precies. Of een bellen inderdaad even aan. Dat is niet zo stabiel meer, die hebben ze opgelaten. Dus dat is inderdaad één. Ten tweede inderdaad, van zijn er ook mensen die zeggen van nou, ik vind het ook leuk om dan inderdaad ook gewoon een beetje mee te helpen met de voorbereiding. Ja, met, sowieso. Ja, aanwezig. Maar ja, zorg dat ik dan gewoon in zoeter is. Dat wil erbij pakken. Ja, morgenochtend. Ja? Ik hoor het wel van Cornie en Sarkassen, maar ik ja. Ja, ik was er best wel mee aan. Ja. Toppie. Oké, leuk. Ik had nog één vraag over. Ja. Laatst, hè? Het aanspreken van woningbouw. Ja. Hoe zit dat eigenlijk vanuit de gemeenteraad naar deze woningcorporaties toe? Vestia die heeft nog enigszins oren naar zijn bewoners. Maar als je ziet hoe Haag wonen en steeds weggaan. Dat is gewoon asociaal. En stadion is het makkelijkste te bereiken via de huurdersvereniging. Dat is een goede tip. Dat is een hele goede tip. Ja, ik denk dat die huurdersvereniging inderdaad dichter bij de directie staan dan de wethouder. Dat verschilt ook altijd een beetje per wethouder die hem, maar de huidige wethouder die erover gaat, dat is meneer Regis van de VVD. Die heeft toch altijd een beetje die houding, want ik heb ook heel veel met hem over schietwoningen gesproken en zo, wat natuurlijk ook heel erg is. En dan heeft hij altijd zoiets van, ja, dat is een beetje het eigen pakje aan van die corporatie. Dus ze zitten niet heel erg streng die corporatie op de vingers. Dus je kan ze beter altijd direct aanspreken en daar willen wij natuurlijk altijd schouder aan schouder bij jullie staan. Maar die wethouder die heeft niet zo'n hele ferme houding tegenover die corporaties, is mijn ervaring. Corporaties krijgen toch jaarlijks een subsidie om
woningen op te kloppen, hetzij onderhoud van tuinen. Ja, die krijgen ze niet vanuit de gemeente, dus dan hebben ze zoiets van, ze werken wel samen met de gemeente, maar het is niet zo dat de wethouder heel streng is als wij zeggen bijvoorbeeld van goh, die woningen hebben heel veel schimmel, dat hij ze dan op het matje roept. Nee, als het zo was, dan had ik al heel veel, dan had ik al heel veel kunnen regelen wat ik had willen regelen, maar dat is niet zo. Die zou dan leuk zijn voor wat hij niks doet. Ja, ik bedoel, dat kunnen we zeker ook bij de wethouder. Ja, als je regio ziet op de tv, 10.000 woningen komen erbij, een kleine stukje vanaf het station tot aan de Loze Laan. Ze weten zich nu al geen raad met het vocht. Hele mooi weg, ook al heeft geen gasbezet tot zaterdag. En er komen er nog meer woningen bij. Ja, dan moet je met een tuintegeltje. Moet je naar weet ik wel, krijg je een plantje. En net op dat helpen ze een klons van het flatgebouw. Dat is toch veel erger. Ja. Dan komen betere mensen te wonen in de wijk. Dan gaat de wijk heel goed vooruit, zegt hij. Maar wie gaat er dan wonen in zo'n wijk? Wil je graag een 4-kamerwoning van mij nemen? Nou, als ik heel eerlijk ben, dan lig deze wijk niet uit. Ik denk dat we op die manier dan wel redelijk rond zijn. En dan zullen we inderdaad zorgen dat we dan inderdaad ook dus een aantal mensen uitnodigen van inderdaad van alle corporaties. Van, maar komen die wel bij zaterdag? En als ze niet komen, dan slaan ze een figuur. Ja, als die dan niet komt, dan staat hij echt, zet hij zichzelf echt de kans in. Hij wil er echt wel bij zijn als hij kan. En dan gaan wij gewoon een leuke manier doen om al deze eisen ook in een dingetje te zetten. Dat we dat dan ook kunnen overhandigen en dat we op die manier... En dan zie je de kans. Ja, we hebben inderdaad ook al vragen gesteld. En dat wordt inderdaad een beetje het moment van die worden waarschijnlijk ergens in de komende paar weken moet dat beantwoord worden. Daar hebben ze altijd 6 weken de tijd voor. En op het moment dat die beantwoord zijn, dan kunnen wij het gaan agenderen ook in de gemeenteraad. En dan kunnen jullie met z'n allen komen inspreken. En dan gaan we nog zo'n feestje op die tribune bouwen. En dan kunnen we ze nog een keer op de druk zetten. Oké, is er nog iemand die iets heel prangends kwijt wil? Nee, ik wil wel graag weten wanneer dan een proefje bij elkaar. Ja, dat kunnen we dan zo meteen even over. Dan kunnen jullie gewoon eventjes, degene die jullie meehelpen, die kunnen zo eventjes, kunnen we even een tussendatum. Los van flyers, komen er ook posters? Kunnen we ook, goed idee. Heel goed idee. Ja, op posters. Okay. Ja, posters. Als jij graag posters wil doen. Heel mooi. Nou, oké, onwijs bedankt dat jullie allemaal zijn gekomen. Ja, heel erg bedankt.